kreeg ik een bal in mijn hand, een hockeybal. Dat weet u misschien nog wel. En toen werd er gezegd, nou ja, de bal ligt nou bij jullie. Dus ik denk, nou, dan is het nu voor elkaar. Nou, ik ging dus wel met een bal weg, maar verder had niets. Alleen die bal, die hebben we, dat is me wel bijgebleven. Ik denk, ja, waar heb je nou zo'n bal? Nou, zo'n bal rolt alleen maar natuurlijk als je een team bent. En dan ga je overspellen naar elkaar. En dan gaat het wel lukken. Dus ik denk, nou, ik krijg een bal. Dus ik wil eigenlijk symbolisch, willen we iets terug doen. En daar hoort eigenlijk een hockeystick bij. Dat is een mini-stick volgens mij. Ja. Die kan je op je bureau leggen. Ik zal hem dadelijk aan degene van de beide gemeentes uitreiken. Dat doen we straks wel. Geef eerst graag voor aan een van de burgervaders. Dank u wel. De hockeybond kijkt bij dit soort processen heel graag over de schouders mee. Kan hier en daar wat adviesjes geven, maar kijkt er ook mee om ook weer te leren voor andere clubs, voor andere situaties. In de hockeywereld hebben we heel erg gehad de afgelopen decennia dat voetbal geholpen moest worden en die rijke hockeyers die konden het zelf wel betalen. Nou ja, als je een boer bent, een buitenman en dat was nummer 3, dat weet ik niet meer, dan is dat misschien anders. Wij zijn heel blij dat de lokale politiek overal in het land, maar zeker ook hier, begint in te zien en te erkennen dat hockey echt heel belangrijk is. Hockey heeft een brede maatschappelijke schouders, doet veel daarin. En hockey is niet meer alleen maar van die kakkers, maar van alle mensen. Heel gelukkig, heel fijn dat dat zo is, maar daarmee moet politiek hier en daar ook wel eens wat doen. Nou, en dan is het prachtig dat hier twee burgemeesters glimlachend kunnen staan, omdat ze samen met een prachtige club zoiets moois aanleggen. Dank aan beide gemeentes. Gefeliciteerd aan de rest hier zo. Heel mooi. En daar waar een feestje is, is natuurlijk een cadeau. Dat moet zijn natuurlijk. Gefeliciteerd. Dank. Enthousiasmerend. Dat betekent alles enthousiast oppakkend en teamwork. En dat teamwork bewijst zich vandaag. Wij zien hier een samenwerking met de gemeentelijke politiek, van zowel Zwijndrecht als Hendrik Ido-Ambacht, onze vrijwilligers, al die leden, ouders, die met elkaar hier iets bij elkaar hebben gebracht. Robert gaat daar nog iets zeggen over de aannemerij die hierbij betrokken is geweest en de geweldige samenwerking. En wij zijn voor de komende 20, 30 jaar weer een fitte club. En ik zeg ook hierbij, hier eindigt het niet, maar hier begint het. De komende 20 jaar, 30 jaar hockey in Zwijndrecht. Periode als op het laatste stadium bij de overheid. Dus dat geef ik mee. Overigens heeft u daar vanmiddag al, zeg maar, toch blijk van gegeven. U heeft heel nadrukkelijk de sponsors laten praten in het zonnetje gezet voor de burgemeesters. U bent op de goede weg, wat dat is. En ga zo woord, zou ik zeggen. Dat, ja, en voor het overige heb ik hier weinig aan toe te voegen. Ook van onze kant waardering voor toch de leden en bestuur, wat er ook aan zelfwerkzaamheid en begeleiding en sponsors aantrekken heeft plaatsgevonden. Ook waardering voor al die sponsors dat men dit wil doen. Ik wens jullie heel veel plezier hier. Nog wel één opmerking. Ik heb begrepen, als we lezen, dat er ook een nieuw zwembad komt in Zwijndrecht. En één ding zeg ik op voorhand, reken daar niet op een bijdrage van Hamma. Met al niet erin, veel plezier hier op het veld. Dank jullie wel. Dat beide gemeenten fors mee investeren in een nieuwe accommodatie, nieuwe velden van Derby, een gezamenlijke hockeyvereniging. En dat uiteindelijk in heel goed overleg met de vereniging en al deze leden. Gefeliciteerd daarmee met deze prachtige accommodatie. Ik hoor al van ouders van jonge kinderen dat dit een enorme boost geeft aan de vereniging. Het ziet er goed uit. Nieuwe velden, hoog niveau, nieuwe verlichting, nieuwe boarding. Dit is echt iets waar je mee naar buiten kunt treden. En waar je ook naar de buitenwacht kunt laten zien. Daar zijn we helemaal klaar voor de toekomst. En hockey speelt in Zwijndrecht in een ambacht. Naast voetbal en andere sporten erin een prominente rol. Alle trainers gaan binnenkort in hele mooie kleding lopen. Maar om jullie daarvoor te bedanken wil ik jullie de eerste derbywijn uitreiken. Die is zometeen ook te koop bij Van Baan daar in de hoek. Maar deze is voor jullie. Hartstikke bedankt. Thank you.
hij past. Nou, we hebben hier straks al onze trainers uit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, we hebben niet hard genoeg geteld. Ah, daar komt ie, jawel. Oké, meiden, ik wil eerst horen. Meiden en jongen, dat is heel speciaal. Hebben we er zin in? Ja! Sorry, maar dat verstond ik echt niet. Nog een keer, hebben we er zin in? Ja! Eerst hadden we nog even deze kant kijken. Ja, ja. Ik ben zo.